Met het motto Tegels eruit, groen erin, roepen DAR en Operatie Steenbreek bewoners op om hun tuin te vergroenen. En de eerste tegelophaaldag begint bij familie Vermeulen, die onlangs weer in Nijmegen is komen wonen. Toen we hier net kwamen wonen, toen lagen er echt alleen maar tegels in de tuin. Dat vonden we gewoon heel ongezellig. We wilden wat meer groen, meer bloemetjes. Ook gewoon aan Jonas laten zien van kijk, zo groeien plantjes en bloemetjes. We hebben tomatenplantjes, kan die ook zien waar ze eten vandaan komt. En ik denk ook dat het wel scheelt met de hitte straks van de zomer. Stenen nemen de warmte. Het wordt gewoon heel warm als je ook heel veel stenen in je tuin hebt liggen. Dus er zijn meerdere redenen. Dat is belangrijk vanwege de klimaatverandering, hè? De regenval, de hitte, maar ook voor de biodiversiteit. Het is ook goed voor de dieren in je tuin. Zijn jullie blij met wat het heeft opgeleverd tot nu toe? Zeker, wij richten ons vooral op de wat stenigere wijken en de resultaten zijn hartstikke prima. Het kan natuurlijk nooit genoeg zijn, maar we zijn hier heel blij mee. Gemeente Nijmegen is erg blij met deze inzet van de organisaties en inwoners. Super belangrijk voor onze gemeente. We zien sowieso steeds meer extremen in het weer. Hè. Dus de regenwater wat naar beneden komt en met bakken tegenwoordig af en toe tegelijk. Ja, dan willen wij gewoon dat het de grond in gaat en de grond in kan zakken en niet meer rechtstreeks het riool in gaat vloeien. Want er komen zulke massa's, dus het riool zal dan snel overstromen en dan zullen we Nijmegen onder water gaan krijgen. Dus het is echt wel van belang dat hier veel aandacht voor is. En ik hoop echt dat iedereen eraan wil mee gaan werken. En heeft u zelf ook al de tegels eruit gehaald in uw tuin? Ik heb heel veel groen en heel veel fruitbomen in de tuin staan waar ik enorm blij mee ben. Mensen die ook een steentje willen bijdragen, kunnen zich opgeven voor de ophaaldagen op 6 en 7 oktober. En vanaf de zomer kun je je hiervoor aanmelden. Alle tegels die in deze gemeente worden opgehaald, tellen mee met het Nederlands kampioenschap tegelwippen.